Het Artiestencafé wordt mede mogelijk gemaakt door Villa Maasdonk. Een excellente locatie voor ieder bijzonder moment. Het Artiestencafé. Met muziek en informatie. Hier is uw presentator, Hans Vrielink. Kijkers thuis, hartelijk welkom hier in het Artiestencafé vanuit Villa Maasdonk in Nieuwland. Aan tafel Kees van der Loo, John Nouwens, Willem Bruwens en Merel Bijveld. Een muzikale avond. We hebben wat te vieren, want de West Virginia Railroad Band bestaat maar liefst 40 jaar. Dat gaan ze in de maand april gaan ze dat vieren. We gaan praten met Merel Bijveld, oftewel, mag ik zeggen, Merel Anna of niet? Ja. Want je artiestennaam is Merel Anna, hè? Ja. Ja, oké. We praten zo met de West Virginia Railroad over natuurlijk 40 jaar. Maar voordat we daarover gaan praten, Kees, wat wil je drinken? Doe maar iets van een watertje of zo. Een watertje? Ja, met een geel kleurtje. Met een geel kleurtje, oké. Wat lust je? Voor mij gewoon water. Oké, en jij wil? Een lekker droog wit wijntje. En jij? Water alsjeblieft. Oké, voor mij ook een lekker watertje. Oké. Zeg, Merel, 18 jaar ben je, singer-songwriter. Ja. Je komt uit Nieuwland. Ja. Ik ben blij dat ik eindelijk een artiest heb uit die Nieuwland gewoon. Ja, uit de straat eigenlijk. Uit de straat gewoon oversteken. Ik kwam al een keer kijken, dus dacht ik, hey, die gaan we gewoon in de uitzending halen. Ja. In 2013 heb je meegedaan aan de Voice of Holland. Daar praten ze altijd over natuurlijk. Hè. Ja. Ik zou zeggen, nou ja, dat gebeurt heel je leven volgens mij. Voordat we daarover gaan praten, gaan we even kijken naar een klein fragment wat je daar hebt neergezet bij de Voice of Holland. Oké. Start a brighter day. We have waited far too long. It's time to let it out. You know what it's about. Waited all to feel the sun. The harder we get, the faster we seem to fall in love. Oh, the deeper we fall. Schrikt een beetje van het gedraaien. Ja, dat is het. Say your mind free is the year of summer. Keep your heart strong, cause it's summer too. Say your mind free is the year of summer. Oh, the year of summer is the year. Say your mind free is the year of summer. Bijzonder, Merel, om dat gewoon te zien in Voice of Holland. Ja. Heb je jezelf ingeschreven? Ja, ik in februari 2012 ging ik naar een concert van Passenger. Hij is een singer-songwriter uit Engeland. En ik kwam naar zijn. Nou, ik nam mijn gitaar mee naar zijn concert, want ik wil graag dat hij die zou signeren. Ja, en toen stond ik buiten een beetje te spelen en ineens kwam hij gewoon naar buiten. En toen zei hij. Ik vroeg of hij mijn gitaar wilde signeren, maar hij zei: nee, ik wil eerst dat je iets voor me speelt. Oké. Dus toen heb ik iets voor hem gespeeld. En toen zei hij dat hoe dan ook ik daar iets mee moest doen, omdat hij vond dat ik een hele bijzondere stem had. En. Nou ja, hij houdt helemaal niet van talentjacht en dat soort dingen, maar dat is dan bij mijn keuze wat ik ermee doe. En toen uiteindelijk heb ik gewoon in een soort van impuls heb ik me ingeschreven voor The Voice. Toen heb je de stap gezet, ja. Want toen was het verantwoord. Ja, hè? En toen had ik zoiets van, oké, misschien heb ik ergens wel talent, dus... Ja, mooi. Hoe heb je dat beleefd, hè? Ja, ik vond het echt superleuk. Dat was een hele leuke ervaring.
En ik heb er heel veel leuke mensen leren kennen. En wie zo wel? Ja, Lauren is een goede vriendin van mij geworden. En Gabi zijn twee meisjes. Eentje is in de battle eruit gegaan en eentje in de eerste live show. Maar daar kan ik het nog steeds goed mee vinden. Dus dat is superleuk. Ja, ja. Hoe beleef je dat dan als je er voor zoveel mensen dan gaat optreden daar voor de eerste keer? Bij de Blind Editions. Ja, of ja. Bij de Voice of Holland? Ja, eerst bij de Blind Editions. Ik had gewoon helemaal niet beseft dat ik daar stond. Het was voor mij echt een zwarte waas of zo. Ik weet niet waarom, maar ik besefte helemaal niet dat ik daarmee bezig was op dat moment. En voor de rest van de live shows was het wel superleuk, maar je beseft helemaal niet dat je voor eigenlijk 3 miljoen kijkers staat te zingen. Nee. Dat is net of je in een kleine ruimte staat. Ja. Welk advies heeft de jury aan jou gegeven? Vooral door blijven gaan met hetgene wat ik doe, eigenlijk. Ja. Want Ilse, die houdt bijvoorbeeld, Ilse Lange, houdt heel erg van country muziek. En ik schrijf folkmuziek. Dus zij vond mij altijd heel tof. En ze zei dat ik altijd met dat genre door moest gaan. Omdat ze ook zegt, het is toch iets wat niet heel veel mensen, heel veel mensen toelaten. Dus je moet toch proberen daarmee door te gaan. Wat is jouw motivatie om uiteindelijk in de muziek te gaan eigenlijk? Ik weet niet. Je kiest er niet voor of zo. Tenminste, ja, wat doet je gaat, doet bij jou? Die muziek, brengt dat iets bij je los? Ja, muziek doet gewoon iets met mij. Als ik kan me niet, niet een leven nu voorstellen zonder muziek. Ja. Nee, nu niet meer. Nee. Je bent ook naar de Herman Brood Academie gegaan. Hè? Vertel even, wat is de Herman Brood Academie? De Herman Brood Academie is een muzikantenopleiding in Utrecht. Het is niet een conservatorium, maar echt wel voor muzikanten. Dus je leert in bandjes spelen en dat soort dingen. Dus je hebt alles meteen nu ook in de praktijk gebracht eigenlijk. Hè? Ja. Waarom heb je gekozen specifiek voor de Herman Brood Academie? Sowieso omdat ik op HAVO zat. En ik had mijn HAVO niet afgemaakt, dus ik moest naar een MBO. En dat is een MBO-opleiding, dus ik dacht, ga ik iets in de muziek doen. En toen heb ik voor die opleiding gekozen, omdat ik gewoon heel veel goede dingen over had gehoord. Ja. En toen heb ik mezelf ingeschreven en toen kreeg ik een mailtje dat ik op auditie mocht komen. En toen ben ik uit 400 of 500 aanmeldingen, zijn we met 7 mensen aangenomen op zang. Dus dat is best wel een... Het is wel heel bijzonder eigenlijk. Dat is wel een hele prestatie. Ja, heel prestatie, ja. Ja, en het is echt superleuk. Ja. Zeg, je schrijft zelf, schrijf je nummers. Ja. En wat zo bijzonder is eigenlijk, dat je... En dat festival werd ook hier in Nieuwland gehouden geloof ik, dat je voor de MH17... een nummer hebt geschreven voor de slachtoffers eigenlijk van de rampen MH17. Ja. Dat is wel een dag van tevoren heb je die tekst geschreven en later heb je hem vertolkt. Wat maakt er bij je los? Want dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. Als je dan de dag van tevoren een lied schrijft en meteen dan voor zoveel mensen dan ook optreedt. Ik weet niet. Ik had gewoon, wij waren die dag daarvoor waren we naar de rouwstoet wezen kijken. Die kwam bij Den Bosch langs. En dat heeft gewoon zo'n raar moment, ik weet niet, het was zo'n raar moment, omdat je beseft gewoon dat de mensen die daar in die auto's lagen, dat dat echt mensen zijn uit al die nieuwsberichten. En toen heeft het gewoon iets bij me losgemaakt, toen ben ik gewoon gaan schrijven. En dacht ik, laat ik het gewoon ook meteen live doen. Ja, ja. Welk nummer heb je... Ik heb er verder niks meer mee gedaan. Maar... Nee, welk nummer heb je daarvoor geschreven, hoe heet dat? Het heet Dreamcatcher. Oké, heb je dat later nog wel gebracht of is dat gewoon eenmalig geweest? Nee, ik dacht ik doe het gewoon eenmalig, want ik wilde ook niet dat het een soort van promotiestunt zou lijken of zo, want dat vind ik dan weer, dat wil ik dan weer niet. En toen heb ik gewoon, heb ik dat geschreven en laatst was ik toevallig in de drogist in Nieuwland en de eigenares die begon tegen mij te praten en die zei dat ze iemand kende van de MH17 uit Rosmalen van gezin. Van dat gezin, ja. Ja, en zij zei dat... een goede vriend van een jongetje die is overleden, dat hij mijn liedje elke dag luistert. Oh, heel bijzonder. Ja. En dat hij daar echt heel veel steun uit haalt. Dat vond ik wel, echt heel bijzonder om te horen. Dan krijg je wel een brok van je keel, denk ik, toch? Ja. Zeg, je bent bezig, je bent er voor meer, neem ik aan, of ga je solo? Nee, ik wil wel graag een band. Oké, dus je gaat voor een band. Ja, ik heb nu een drummer van mijn school, de tweede klas. En ik zit zelf nog in de eerste. Hij wilde hem heel graag vragen, maar ik durfde het niet zo goed, omdat hij heeft al een band en ik dacht, dat gaat hij toch niet doen. Maar uiteindelijk zei hij, Merel, ik weet niet of jij nog een drummer nodig hebt, maar anders dan bied ik mezelf graag aan. Dus ik ga met hem volgende week of zo afspreken en dan gaan we proberen om
te kijken wat we met de rest kunnen. Ja, en wat is dan de sound die je wil neerzetten, volk? Ja, een beetje Manfred & Sons, Ben Howard. Een beetje de nieuwere volk, maar toch ja, zweverig toch van volk. Je hebt wel een heel bijzondere stem, een heel aparte stem. Dank je. Heel aparte sound. Dus daar gaan we ook zo eventjes naar kijken. Je gaat zo optreden hier in het Artiest Café. Wat kunnen we in de komende tijd van je verwachten, naast dat je een band gaat formeren? Nou, ik hoop natuurlijk met die band te gaan optreden en een EP uit te brengen. Of een single of iets in die richting. En ik hoop uiteindelijk gewoon te gaan toeren en dat ik mijn brood kan verdienen met muziek. Ja, mooi. Dat is wat iedere muzikant wel wil, volgens mij. Maar daar zit je ook voor op school natuurlijk. Ja. Ja, oké. Goed, ik wil je vragen om plaats te nemen op de bühne. We gaan met z'n allen even kijken naar je optreden. Wat ga je voor nummers brengen? 3 eigen nummers gewoon. Okay. En 2 nieuwe daarvan. Dus die zijn nog niet helemaal af, maar ga ze gewoon zo af mogelijk zingen. Oké. Okay, nou. En 1 best wel oud nummer. Oké. Okay. Dames en heren, we gaan kijken naar Mil Enna hier in het Artiest Café. Looking into the darkness, I'm listening to our song. Staring at my reflection, still wondering what went wrong. How could I not see, not notice a single thing? How could I not know it could have been the dream? Is how I feel, how I feel. And how could you fake it all? You made it all feel so real. Alcohol flowing through your blood, deep inside your veins. Apologizing afterwards, but it didn't heal my pain. Perhaps it was the night time. Strange things happen round then. In time I might forget about you, but God knows. Is how I feel, how I feel. And how could you fake it all? You made it all feel so real. En het liedje heet Amsterdam. I'm wandering round these streets of this old city. Dirty gravel beneath my feet. I feel unsafe,
but wanna travel. I wanna dig my own grave, but cannot escape, she said to me, 'cause I am afraid. Dirty bricks beneath my feet. I feel sick, but wanna travel. I wanna dig my own grave, but cannot escape. She cries, 'cause I am afraid. Confusing as you are, you're always hiding scars of the people you used to love. Why won't you show me them? You go on and pretend to be the person you've always been. You're lighting inside your eyes, slowly fades away. Please don't leave yet, I want you to stay. The warmth inside you awakes when you try to crawl out of your memories. The gets back to sleep when it's pausing to reach for more. At the voices in your head, who seek solutions, but instead you hide away from the truth. Your tears behind a smile, but you find out in a while
Nog een keer klap. Fantastisch, Merel. Ja. Ik zei het al, een heel bijzondere stem. Ja. Ik geef je heel veel kansen in de komende tijd. Geweldig. Nou, wat vond jij ervan, Kees? Ja, super. Nieuw. Super toch? Nieuw. Jong. Jong. Ja. En jij bent oud, hè? Ja. Nog een leven maar voor dit is wel, ze. Maar dit is wel de toekomst, toch? Of niet, Kees? Nog een heel leven voor ze. Precies. Ja. Jullie hebben al een heel leven achter jullie gewoon. Want ja. 40 jaar West Virginia Railroad. Jullie zijn al ooit eerder te gast geweest in het Artiestcafé. Dat was nog in de begintijd. Toen hebben we ook al de hele geschiedenis doorgenomen. De oudste countryband van Nederland, er is heel wat, hè? Nou, die nog steeds speelt natuurlijk. Ja. Er zijn wel oudere countrybands, maar die bestaan al lang niet meer. Een Tumbleweeds noem ik, Somerset, Early Bird. Maar die zijn allemaal jaren geleden al gestopt en wij zijn doorgegaan. Hoe haal je de kracht vandaan om door te gaan? Ongelooflijk, hè? Ja, de liefde voor de muziek en dan specifiek voor de countrymuziek. En het mag ook best wat breder zijn, maar ik wil alleen maar countrymuziek maken. En dan met mensen, met vrienden waar je van op aan kan en waar je plezier mee hebt. Dus het is zeker in deze tijd niet meer financieel interessant. Dus die waarschuwing kan ik alvast geven aan meer. Maar het is plezier. Wij repeteren elke week en dat is voor iedereen een stukje ontspanning. Dan valt de dag van je af, zal ik maar zeggen. Dus gewoon de energie voor de rest van de week om op te laden. Hoe is dat bij jou, John? Ja, de vorige keer had ik al gezegd dat ik er enorm veel zin in had. En die heb ik nog steeds. Dus ik zie het als één grote brok ontspanning. Ja, bij jou hetzelfde, Willem? Ja, we hebben nogmaals een aantal, wat Kees ook zei, een aantal fijne muzikanten. Waar je precies de klik ook mee hebt die je moet hebben. Ik bedoel, we zijn natuurlijk geen jongens van 18 jaar meer. Heel, met alle. Dus je moet er toch een beetje gelijkgestemd zijn. En in die country muziek, je moet ook country voelen. Precies. En je moet het in je hebben. Je kan niet zomaar country gaan zingen. En in deze bezetting die we momenteel hebben, nou, dat is fantastisch. Dat is een feestje om met die jongens samen muziek om te maken. Ja.
40 jaar geleden is het begonnen. Voor degene die het nog niet weet, Kees, hoe is het uiteindelijk begonnen? 41 jaar geleden eigenlijk. Toen kwamen Willem en ik elkaar tegen in een café in Den Bosch. Een dommeltje, bestaat niet meer. Nee. Nee, dus dat mag ik best zeggen. En Willem hield van West Coast, Eagles, Poco, Flying Burritos. En ik was meer van Waylon Jennings, Marty Robbins. Maar ja, toch, we gingen het proberen. En ja, dat is begonnen op een zolderkamertje. En langzaam uitgeroepen bij Willem, zijn vader thuis. Die had een lokaal waar we konden repeteren. Nou, ja, dat groeit dan zo langzaam. En nu hebben we een vast honk. En ja, dat gaat gewoon door. Ja, maar uiteindelijk de naam West Virginia, waar kwam die vandaan? Van het liedje van John Denver. Take me home, country roads, West Virginia. Hoe gaat dat liedje? Ik kan zonder de gitaar is dat een beetje, maar het is het, okay. West Virginia. En ik woonde toen aan het spoor en railroad. Dus, nou ja, dat, en ik zei altijd, want alle bandjes van toen die we allemaal vergeten zijn, zoals de Dusty Boots en Wildwood Flower en Busted en zo'n hele ris, allemaal uit Den Bosch overigens. Maar allemaal korte namen. En wij hadden toen gedacht, van, nou, zo nou een lange naam nemen, dan duurt het even voordat de mensen hem kunnen onthouden. Maar als ze hem helemaal weten, dan weten ze hem ook. En hij verbast het ook lekker, hè? Ja. Want we hebben ook de West Virginians, de West Virginian Roll Rates. We hebben allerlei verbasteringen in kranten en zo geweest. Maar iedereen weet waar ze het over hebben. Oké, nou, dat heb je in die 40 jaar zeker neergezet. Jullie zijn een band die covers zingen, maar ook zeker eigen werk brengt. Ja. Toch? Ja, dat is een beetje half om half. In het begin was het allemaal covers. Willem was eigenlijk de eerste die liedjes begon te schrijven. En later ben ik daar ook een beetje mee bezig gegaan. Nou, en dan ga je wat verhaaltjes en met vakantie schrijf je iets over het blauwe water. Of toen Marty Robbins overleed, over Marty Robbins. En dat gaat dan zo langzaam door. Maar je ontkomt er natuurlijk niet aan om ook wat bekendere nummers te doen. De covers. Feestherkenning natuurlijk, toch? Ja, ja, voor veel mensen wel. Die willen meezingen. Ja. Maar onze eigen fans die zingen onze eigen liedjes ook mee. Precies. The Way We Are is de eerste LP die jullie hebben uitgebracht. Ja. Die is op een bijzondere wijze is die destijds gepresenteerd door wie? Door Freddy Fender, toch? Nee joh, Freddy Fender. Oh, nee. De presentatie. Ja, 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 ja. Ik dacht dat je bedoelde de productie. Nee. Nee. Toen hebben we in 1984 is die uitgekomen. En toen stonden we inderdaad met Freddy Fender in bij Den Helder. In een grote loods met 1500 man. En daar hadden we de eerste keer die plaat bij ons. Ja, want de productie is gedaan bij Tom Masseurs. Precies, bij de bekende studio's van Masseurs. In Waalwijk. Ja, in Waalwijk, ja. Bij de Tumbleweeds. Ja. Ja. Maar hoe reageerde destijds Freddy Fender op jullie album? Nou, het album heeft hij niet gehoord, want die hadden wij gewoon bij ons toen. Dus die konden we niet draaien. Maar hij vond ons de wel als, daarvan? Het bandje vond hij leuk en het repertoire van ons vond hij ook goed. En we hebben wat wijze lessen van hem gehad. Hij is er niet meer, maar... ja, het was bijzonder interessant om daarmee te moeten werken. Ja. Zeg, 40 jaar popgeschiedenis, wereldberoemd in Nederland, de wereld eigenlijk. Als we nu terugkijken, hoe heb je die 40 jaar dan beleefd eigenlijk, John? Als we nu wat highlights uit die 40 jaar. Nou ja, ik heb ze niet alle 40 meegemaakt, want ik ben er tussenuit geweest. Maar de eerste 19 jaar heb ik daar wel gedaan. En dat was ook zeg maar even van het repeteren in een oude boerenschuur naar niet alleen repeteren, maar ongeveer elk weekend 3 dagen moeten spelen en Europa door mogen reizen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, daarna heb ik ook zeg maar even het afzien glijden, omdat het gewoon steeds minder wordt. Ja, dat is nog steeds, hè? Want is het moeilijk om de band staande te houden? Nou, de band al op zich staande houden is niet zo'n probleem, want wij zijn wel enthousiast. Alleen het probleem zit vaak om zaaleigenaren te enthousiasmeren dat ze ons daar neerzetten. Ja, precies. Of niet alleen ons, maar andere bands ook. Zo is want dat het is... voor iedere band natuurlijk. Ja, hè? Ja. Kees, wat is de beste waardering die je in al die 40 jaar hebt gekregen? Nou, we hebben een aantal awards gewonnen van de Dutch Country Music Association. Dat wordt dan door het publiek gestemd, hè? Dus niet door een 5-man jury, nee. Mensen moesten formulieren insturen vanuit het land en daar hebben we 4 awards mee gewonnen. En de European Country Music Association hebben we ook een keer een eerste prijs van gewonnen. Ja, ik heb een hekel aan wedstrijdjes, want je kan Bach niet met Chopin vergelijken. Dat, hè? En
Dus ook bandjes die hebben allemaal de eigen kwaliteit, de eigen sound. Maar ik vind het wel leuk dat we destijds voor een Nederlands bandje hadden we een fanclub van een 350 man. Dat was heel bijzonder en die kwamen ons overal achterna gereisd. Die kwamen een fanclub weekend in Valkenburg, daar bleven we slapen met z'n allen. Morgens concert bij de koffie nog met allerlei gospels. Dat zijn de leuke dingen geweest. Ja, ja. Zie je dat ook in de toekomst zo, Merel? Of niet? Wat zijn jullie beleven? Nou, dat weet ik niet, maar het lijkt me wel leuk, een fankamp of zo. Ja, hoe zie jij zelf country? Heb je wat met country of niet? Ja, het is, mensen denken heel vaak wel dat folk en country hetzelfde is. Het is wel, er zit wel een verschil wat in. Wat is het verschil? Ja, ik kan het ook niet zo goed uitleggen. Country is vaak beleving. Toch... Ik weet het niet eigenlijk. Country is meer het levenslied, denk ja, ik toch. Folk is meer. Country is denk ik meer het levenslied, toch? Levenslied, ja. Ik denk dat folk meer het verhalen vertellen is. Gewoon verhalen vertellen, ja. Gewoon zingen. Zit meer diepgang in. Ja, wij vertellen ook verhalen, Kees, maar vaak zijn de teksten wat, grijpen wat verder door. Tenminste. Ja. Dat is, en je hoort het ook gewoon, maar ik weet niet waar. Dan specifiek eigenlijk. Ja. Heb je altijd volle zalen getrokken, Kees, of niet? Of af en toe wel eens dat je voor een hele lege zaal hebt gestaan? We hebben wel eens voor een hele lege tent gestaan in Oorschot. In Oorschot, ja. Want dan waren ze vergeten te vertellen dat wij kwamen spelen. Dus de publiciteit rondomheen was niks. Dus dan zijn we na een uur weer weggegaan, want er was gewoon niemand. Maar we hebben ook volle zalen gehad. En hele volle zalen. We kwamen in Schupfahrt, dat is in Zwitserland aan, op het vliegveld. Daar, grote show. En daar stonden ze al een kilometer van tevoren met tentjes en bussen en caravans en weet ik allemaal wat. Maar die kwamen natuurlijk niet voor ons, die kwamen voor de zieletale Schützenjäger. Precies, die kwamen niet voor jullie. Nee. Maar ze klapten voor ons net zo hard in die zaal, dat is leuk. Dat is mooi om mee te maken, grote, toch? Grote evenementen, ja. Floralia, Floralia Festival. Heel veel mensen. Ja. Daar kwamen 20.000 man in zo'n weekendje. En daar hebben we Lucille Starr toen begeleid en Ellen Frigel en een hele hoop meer mensen. Ja. Lucille Starr is ook wel een artiest eigenlijk die een beetje een rode draad heeft met jou, met de West Virginia Railroad Band. Wij hebben haar begeleid in 1989 en daarna in 1991. En toen heeft zij ervoor gezorgd dat mijn zoon naar Nashville kon om daar stage te lopen in de studio die hier nou met die mengtafel zit. En daar hebben we onze producers leren kennen, Gene Rice en daarna Joe Carroll. En Lucille, daar heb ik nog steeds zeg maar elke twee maanden nog wel een telefonisch contact mee. Alleen, het gaat niet zo best met haar. Hoe oud is ze ondertussen? Ze is van 1934, dus 81. En de gezichtsveld begint wat slechter te worden en ze praat nog voldoende. Maar ja, 81. Mijn moeder is 83 en die weet ook niet meer dat ze, waar dat ze is precies. Nee, dat gaat met haar dezelfde kant uit. Ja. Zeg, 40 jaar, heb je vele zangers gehad, vele artiesten die meegewerkt hebben aan natuurlijk de band in die 40 jaar. Ik noem even wat namen. Henk van de Heuvel natuurlijk, die ons ontvallen is eigenlijk. Daarom hebben we het uitgesteld. Hè. Daarom hebben we de avond uitgesteld, want die is vorig jaar januari overleden. Anders zou het vorig jaar gedaan, maar ja, dat is een uitgeleider geweest van je welste, want die kwam uit het ziekenhuis van neem maar een paracetamolletje en twee dagen later was hij er niet meer. Ja. Nou, het is heel triest, daar hebben we afscheid van moeten nemen en langzaam maar zeker toch weer doorgekrabbeld. En nu heb ik gezegd, nou dan gaan we het nu toch vieren, want 40 jaar is niet niks. Nee. In die 40 jaar Welen is ook een naam die bij jullie voorkomt. Toen die 11 of 12 was. Kwam hij een liedje mee drummen. Vertel. Tonight the bottle let me down, ja dat is goed. Dus ik denk, waar komt die snotneus doen? Maar toen ging hij zitten en hij sloeg. Geweldig. En een jaar later, ik ben bevriend met zijn ouders geraakt, een jaar later kwam hij, mag ik op jouw gitaar spelen? Ik zei, ja, maar je was toch aan het drummen? En hij pakt die gitaar en hij zingt een nummer van Dolly Parton. Toen had hij nog een heel hoog stemmetje. De echte kippenvel, die kreeg ik op mijn armen. Nou, toen is hij daarmee doorgegaan. Toen hebben wij twee cd's met hem gemaakt, twee country cd's. En een beetje begeleid zal ik maar zeggen. Ja, maar op een gegeven moment was hij 17 of 18. Dan gaat hij zijn eigen koers varen. Maar de vriendschap is nog niet minder. Ja, dus je hebt regelmatig contact met hem? En zeker met zijn ouders. Ja. Oké. Ik kan me nog herinneren dat hij als 10-jarig jongetje, toen ik net vader was geworden, met een groot roze, heel groot roze varken. Het varken was geloof ik groter dan hij. Kwam hij naar me toe en hij kwam me feliciteren met de geboorte van mijn dochter. En, mooi is dat, hè? Ja. Hoe heb je dat succes van hun beleefd in de Common Linnets natuurlijk, met Ilse de Lange? Dan wordt het toch een ver van mijn bed show, hè? Want dan worden hun ook geleefd.
Ik bedoel, managers die hebben dan een hele hoop meer te vertellen. En ja, dat is een heel andere wereld. Daar passen wij niet meer in. Nog wel in de vriendschapssfeer. Maar ja. Niet meer met producers die bepalen wat jij gaat doen. Of managers die zeggen wat voor kleur blouse je aan moet doen. Dat doet bij mij mijn vrouw gelukkig. Maar ja. Bij hun zijn het dan de managers die dat allemaal moeten regelen. Hè? Ja. En ja, dan ben je daar niet afhankelijk. Meer bij. Ja. Maar wel bijzonder natuurlijk dat hij bij jullie gespeeld heeft. Ilse Lange ook nog bij jullie gespeeld? Of? Nou, die heeft één keer met mij Somewhere Between gezongen toen ze 12 was. En in de zweep in Klarenbeek bij Apeldoorn. Maar dat was het wel zo'n beetje. Oké. Okay. Zeg, je hebt nu een jubileumconcert, hè? Ja. 40 jaar. Hoe ziet dat concert eruit? Wat kunnen we dan verwachten? De mensen komen binnen. En daar heb ik net anderhalf uur muziek voor op zitten nemen, dat ze gezellig binnenkomen en dan zitten, leuke setting met tafeltjes en dan gaan we anderhalf uur over die 40 jaar muziek maken. Dus, in de vorm van een theatershow. Ja. Okay. Ja, dus het thema is dan, en dan komen die gasten voorbij en met beelden en met licht en noem maar op en dan zingen we daar een liedje van. Dat duurt anderhalf uur en na anderhalf uur houden we een pauze en dan gaan we nog even de mensen hopelijk laten dansen als ze dat leuk vinden. Ja, als mensen informatie over dat optreden willen hebben, hebben jullie een site waar het op staat? Waar kunnen ze dat lezen? West Virginia Railroad en dan Facebook. Facebook aanklikken. En onze... Ja, er zit een link op onze westvirginiarailroad.com site. En ze kunnen ook via Facebook West Virginia Railroad de informatie vinden. Dus ze kunnen vragen stellen, ze krijgen altijd direct antwoord. En we hebben gelukkig voldoende belangstelling. Nou, zeker ook tijdens dit programma. Hebben jullie nog wensen voor de voortzetting van de band? Wat gaan we nog van jullie verwachten in de komende tijd? We hebben nu 9 albums, dus het zou... maar misschien hebben we nog eens een live album. Hebben we het regelmatig over om daar iets aan te doen. En de technische mogelijkheden die zijn er. Geert die kan die dingen tegenwoordig fantastisch opnemen als we live bezig zijn. Dan hebben we daar een selectie uit gaan maken, dus dat is 1. Ja, en 2 hoop ik dat we gewoon nog een jaar of 25 door kunnen gaan. Dat we net zo oud worden als de Buena Sox. Als je het 40 jaar volgehouden hebt, volgens mij is dat helemaal geen enkel probleem. Dan krijg je de laatste verbastering waarschijnlijk van de naam. Dan wordt het West Virginian Rollators of zo. In precies. We hebben het nog ineens over Gene Rice gehad eigenlijk. Maar goed, komt in die show ook naar voren. Geert is daar geweest en die heeft bij hem gewoond een tijdje toen hij daar stage liep. Vriendschap ontstaan, toen is Gene naar ons toe gekomen. Gene Rice was producer in Amerika van grote bands die wij hier niet kennen. Alabama onder andere, nou, die hebben daar zulke grote hits gehad, maar goed. Die is naar Nederland gekomen in de vriendschap en die heeft ons tweede album, heeft hij de productie van gedaan. En daarna nog 2 of 3 en toen is hij overleden. En toen kwam Joe Carroll, ook weer een vriend van hem en ook een vriend van mij. En die is toen de volgende albums gaan doen. Dan krijg je toch net dat beetje meer Nashville gevoel. Belangrijk persoon gewoon in die 40 jaar geweest. Zeker, oké. Ik wil je vragen, zit in ieder geval te gaan staan. We gaan even een mini-concert geven hier in het Artiestcafé. Ik wens je heel veel succes met het optreden hier. Dank je wel. We gaan kijken naar de West Virginia Railroad. Is that you? I can't believe my eyes. Is that you with that long curly hair and dark hazel eyes? But it's been so long, but it's easy to tell. Time has treated you well. I spend my nights with the rest of the guys. Don't look at the gray in my hair and the age in my eyes. Years went by, I won't say my spirits fell, but I will say time has treated you well.
If I loved her, then you really love her.
day. She spreads her wings, 'cause I'm the man that loves that woman who hates the very air I breathe.
fantastisch optreden van de West Virginia Railroad Band hier in het Tartisch Café betekent dat we aan het einde gekomen zijn van dit programma. We zijn er volgende week weer. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Hoi. Dank je. Het Artiestencafé wordt mede mogelijk gemaakt door Villa Maasdonk. Een excellente locatie voor...